probeer gewoon op een gegeven moment het leven weer te omarmen. Sowieso ben ik wel een langzame shit aan. Ik heb een universitaire studie achter de rug. In dat kader zeg maar, heb ik ook altijd heel veel moeten praten, moeten schrijven, moeten doen en zo. Dus dat is wel iets dat blijft in zich zitten. Dat zijn dingen wat in het lange termijn geheugen zitten. En wat in het lange termijn geheugen zit, ja, dat blijft er eigenlijk ook gewoon als automatisme in. En ja, dat is hetzelfde met dit soort dingen. Want als je dit niet eigenlijk, weet je dan aan je genoeg niet kunnen praten en kunnen chillen tegelijkertijd, wil je ze spreken. Mijn naam is Marjolein de Vught. Ik ben medehoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar op het gebied van dementie. Bij de ziekte van Alzheimer heb je specifieke afwijkingen in die hersenen, waarbij de hersenen gaan krimpen. En vooral ook in een geheugencentrum in die hersenen zie je dat die krimp met name plaatsvindt. Dus het verlies van hersencellen als het ware. En daardoor krijg je vooral problemen met het onthouden van dingen. Maar je ziet ook dat daarnaast er andere veranderingen kunnen optreden. Bijvoorbeeld moeite met het vinden van de juiste woorden of met je aandacht bij dingen houden. En bij Alzheimer is dat verloop geleidelijk aan, dus het gaat geleidelijk aan steeds verder achteruit, waardoor je ja, toenemend afhankelijk wordt van de mensen om je heen. 165 graden, daar is alles goed gehad, ja. Komp. Ja, daar heb je via de rozijnen geboekt. Ja, rozijnen. Oh, ja. Hier is de komp. Ja, hoeveel moet ik nu de kom pakken? Veel deeg. Veel deeg, ja. De kom hebben we normaal gebroken om deeg in te maken. Ja, nu de rosine in laten leggen. Ja, op een gegeven moment hebben ze iets van, ja maar, dan begint ze zichzelf te beseffen over, ja maar ik vergeet wel heel erg vuil. En dan zijn er nog 10 lui die nog eens zeggen zo van, ja ik vergeet ook wel eens wat. En op een gegeven moment had je voor allemaal wel zoiets van, ja, maar mam, hè? Toen vergeet ze wel heel veel. Ja. Ja. Zullen het dan voor niet? Ja, het zat hem in heel veel kleine dingen, zeg maar. Ik ben sowieso best wel chaotisch altijd geweest, maar... Ja. Kijk, mam moet heel vaak dingen 2 keer zeggen, ook veel meer, omdat ik ook ADHD, ik vergeet ook heel veel, zeg maar. Maar ze was zo vaak dingen hetzelfde aan het vragen en zo vaak dingen aan het herhalen, dat ik echt zoiets zei van, ja, mam, ik heb het echt, echt al 4 keer gezegd. En... ja, op een gegeven moment dan weet ze gewoon, oké, het zijn echt geheugenproblemen. Van dat is niet meer zomaar even, ik ben het vergeten. Het is echt van, dus systematisch ga je het iedere keer mis. En daaraan merk ze toch wel echt het verschil. Ja, dat is ook zo. Het ja. Mag je een beetje onder het snieven van appeltje, want... Ja, nee, ik heb hier al een bakplaat gepakt en zo, maar ik heb even door het live moeten zien. Andere mensen erbij. Ik wil net zeggen, ik kom door met chillen. Bij Sonja zie je dat de ziekte nog heel erg in een beginproces is. Dus er zijn heel veel dingen die zij nog heel goed kan. En ze is eigenlijk ook vrij zelfstandig nog in haar functioneren. En we weten uit onderzoek dat de zoektocht naar een diagnose op jonge leeftijd veel langer duurt. Gemiddeld zo'n 4,5 jaar. Dan op oudere leeftijd. En dat heeft te maken met het feit dat het op jonge leeftijd vaak zich wat anders uit. Dus veel meer die veranderingen in het gedrag ook op de voorgrond kunnen staan. Bijvoorbeeld je wat meer terugtrekken, minder initiatief nemen, somber worden. En dan krijgen mensen in eerste instantie vaak een andere diagnose, zoals een depressie of een burn-out of relatieproblemen. En dan komen ze terecht in een hele ander hulpverleningstraject. En gaandeweg merkt men dan dat er wellicht toch wat meer aan de hand is. En komt men vroeg of laat op het spoor van dementie. We
Ik heb heel veel prikkels nodig, zeg maar, om ervoor te zorgen dat de Alzheimer, zeg maar, zo lang mogelijk gerekt werd. En continu, zeg maar, nieuwe prikkels te krijgen, dat betekent dat ze die hersenen aan het werk moest zetten. Nou, het mag in ieder geval niet stil blijven staan. Je moest zorgen voor iedere keer weer nieuwe uitdaging. En hoeveel goede jaren heeft Sonja nu nog? Is daar zicht op? Ja, bij jonge mensen heb je als voordeel dat je vaak fysiek veel sterker bent. En door die fysieke lichamelijke gezondheid heb je een langere levensverwachting. Maar ook zie je enorme verschillen op jonge leeftijd, omdat sommige vormen van dementie juist op jonge leeftijd wat agressiever kunnen verlopen. En dan is je levensduur weer veel korter. Ik denk voor Sonja zie je duidelijk dat dat een vrij geleidelijke verloop is. Dus dat betekent zo'n levensverwachting van 10 jaar sinds het begin van de ziekte. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad ook. Ik ben ook in een depressie geraakt, hoe ik gelukkig hulp voor heb gekregen, gelijk ook vanuit school. En ik moet zeggen dat ik daar gelukkig ook snel uit ben gekomen. Ik ben ook terug voor hoes naar hoes, zodat ik hier toes dat toch meer bij was, ook voor mijn eigen mentale gezondheid. Ja, dat is het, goed geweest. Ja, het helpt echt heel erg om gewoon erbij te zijn, om samen nog herinneringen te maken, inderdaad. Mm. En nu hebben we het geluk dat de levensverwachting van mam nog lang is, dus dat we er nog lang bij hebben. En dat ik heb het idee dat de Alzheimer maar redelijk niet heel hel achteruit gaat, zeg maar. Normaal gesproken is het zo dat als ik kijk een beetje naar de levensverwachting voor de klassieke vorm van Alzheimer die ik heb, dat ongeveer ligt tussen de 1 en 12 jaar, maximaal 15 jaar. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Goed, dus het enige verschil is dat ik weet dat ik ongeveer zo lang heb. Ik heb een houdbaarheidsdatum, ja. En vandaar hebben we gewoon direct gezegd van, ja jongens, dit is het. En dat wil dus zeggen dat we nu inderdaad met elkaar hele mooie herinneringen gaan maken. En dat wat normaal gesproken nu zeggen van, oh, nog mijn 67ste, dan gewoon nog reizen, dan gewoon nog dit doen, dan gewoon nog dat doen. En we hebben gezegd van, nou, we wachten niet tot de 67ste, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het kan ook best zijn dat er gaat met een van de kinderen gebeurt, of dat er gaat met Paul gebeurt, of iets met mijn ouders gebeurt, of wat dan ook. Dat weet ze gewoon niet. En dus we hebben gewoon gezegd van, we laten het allemaal los, we gewoon genieten. En en gewoon het beste ervan maken. Ja. Thank you.